Ja, broeder, zuster, daar ben ik weer. Dankzij de Heer. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier vanavond weer mag zijn. Het is even heel spannend geweest, moet ik u zeggen. Een uurtje later en ik was verenigd geworden met mijn verlosser en zaligmaker. Maar het was mijn tijd nog niet. Het was even heel spannend. Ik ben dus, zoals u wellicht al weet, getroffen door een hartinfarct. Het was een zwaar hartinfarct. En daar is gelukkig heel snel zijn ze erbij geweest. Ik moet u zeggen dat ik zelf nog naar de arts ben gereden. Onder vreselijke pijnen. En dat vond men niet verantwoord. Achteraf gezien was het dat ook niet. Maar goed, je doet iets. Maar toen ik in de ambulance lag, toen werd me de vraag gesteld van, bent u niet gestrest? Ik zei, nee, want ik ben overtuigd christen, waar moet ik bang voor zijn? Ik kan er alleen maar op vooruit gaan. Maar goed, ze hebben me geholpen, heel snel. Dat ging allemaal razendsnel, moet ik zeggen. Vanuit de ambulance is alles geregeld en alles stond klaar. En in het gesprek met de arts, want ik moet u zeggen, dat deed me wel veel hoor. Want toen ze met me bezig waren voor de voorbereiding, heb ik mijn dochter nog gebeld. En ik zei tegen haar, ik weet het niet of ik dit overleef. En u zult begrijpen dat dat een enorme schrik was. Want dat gebeurt heel plotseling. Hè? Van, je staat zo in het leven. Want ik moet u zeggen, ik ben hier de zondagmorgen nog geweest. En zondagavond ben ik nog in Drachten geweest. En tijdens die beide diensten, was wel heel bijzonder, heb ik nooit geen klachten gehad. Ik had wel klachten, maar tijdens die dienst niet. Ja, maandag begon het. Maar ik heb ook tegen haar gezegd, ik zei, moet je luisteren, van alles ligt klaar. Dat als, mocht ik niet meer wakker worden, dan ben ik er niet meer. En dat is natuurlijk best wel heftig als je met zo'n boodschap binnenkomt. Maar het is mijn tijd nog niet geweest. Ik ben ontzettend dankbaar van, er werd me allemaal dingen aangereikt. U moet zo leven, u moet zo leven. Ja, nou ik moet u zeggen, ik heb weer gefietst, ik heb weer gewandeld. En ik leef of er niks meer gebeurt. En mijn hart klopt weer. En wat heel belangrijk is, de Heer Jezus woont erin. He? Dat is wel heel belangrijk. Dus, maar nogmaals, ik ben ontzettend dankbaar. Ik mocht uiteraard 4 weken geen auto rijden. Dus dit was de eerste dag dat ik weer mocht rijden. Precies op de dag af. Dus ik had ook alle vrijmoedigheid om te zeggen van, ik kom weer om met u het woord van de Heer te delen. Ja, maar ik wil, en dat mag ik misschien er wel even gebruik van maken, ik wil u hartelijk danken voor alle gebeden. Ook de mensen die met ons verbonden zijn vanavond. Wat is het toch kostbaar dat je zoveel reacties krijgt. Ik was thuis en ik moet u zeggen, de postbode die bracht bakken vol met kaarten. En mails en telefoontjes. En wat mij ook ontroerde, dat wil ik ook nog zeggen, misschien is hij vanavond met ons verbonden, dat is Kenneth Johannes. En die heeft zowel voor mij als voor Rennie gebeden, een aantal keren. Dus dat, broeder Kenneth Johannes, hartelijk dank ook voor jouw betrokkenheid. Want wat is het belangrijk dat je voor elkaar bidt, hè? Goed, dat gezegd hebbende. Ik wil een aantal dingen met u lezen. Ik heb de studie gevolgd uiteraard van Rennie. En ik begin bij het eerste hoofdstuk, bij de tweede Petrusbrief. En dan het 13e vers. Wil ik een paar versen van lezen. Petrus schrijft dat ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, dus dit lichaam of tabernakel, mag ook,
u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl we met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan erop achter te geven of achter slaan als een lamp die schijnt in de duistere plaats, zodat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Nu, wat u nu ziet, dat heeft Rennie de vorige keer al uitgebreid behandeld. En ik denk ook, als we begonnen zijn met dat 13e vers, dat de apostel Petrus zegt van, ja, het afbreken of de tijd dat ik moet sterven is heel dichtbij gekomen. De Heer Jezus had hem dat geopenbaard. En ik denk wel te mogen zeggen dat als mensen aan het eind van hun leven zijn, dat er vaak hele waardevolle dingen nog gezegd worden door de persoon die overlijdt. Die wil als het ware, omdat u voor de eeuwigheid staat, nog belangrijke dingen meedelen. Want dat is het kostbaar, broeders, zuster, dat als je daarvoor staat, dat je dus mag zeggen van, ik ga naar de Heer Jezus. Dat je dat getuigenis ook achterlaat. En dat hetgene wat je beleden hebt in je leven, dat je dat ook mee wil geven aan degene die achterblijven. Want het is het meest waardevolle wat je kunt meegeven aan degene die je moet verlaten. Wat is het kostbaar en wat is het ook een bemoediging voor degene die dan achterblijven door te weten van, ze gaan naar huis, ze zijn thuis. Want daar is onze eindbestemming. En ik moet u zeggen van, daar hoef je niet bang voor te zijn. En we hebben dat ook meerdere keren met elkaar gedeeld, ook in de afgelopen maanden, ook met alles wat er speelt in de samenleving, de angst wordt erin gepompt als het ware, door alles wat er gezegd wordt. Angst. En door angst kun je mensen gaan beheersen, kun je ze een bepaalde kant uitsturen. Maar de Bijbel die praat niet over angst in die zin van het woord, dat de Heer zegt, zie niet angstig rond, want ik ben de Heer, uw God. We hoeven niet bang te zijn. En ik denk als je vanuit het geloof, en dat is genade, mag leven. Dat weten we ook van de apostelen. Paulus was ook onder andere ook een die vertelde aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Ik heb mijn tijd hier bijna gehad. En wat dan zo kostbaar is, dat vind ik ook in het getuigenis wat Paulus achterlaat. En waar hij ook over schrijft hoor. Die zegt, ik heb het geloof behouden. Ja, dat is bijzonder hè. En als je er goed over nadenkt, ik heb op een gegeven moment heb ik dat heel diep tot me door laten dringen.
dat Paulus dit schrijft, dat hij zegt, ik heb het geloof behouden. Dus het was niet zo vanzelfsprekend. Want we weten dat de apostel Paulus ook een diepe weg van lijden moest doormaken. Heeft heel veel gemeenten gesticht. Heeft mensen gediend met het evangelie. Zijn grote passie was om de Heer Jezus te verkondigen. Maar wat heeft hij een strijd moeten sturen. Als je dat leest in 1 Korinthe 4 en 2 Korinthe 4. En de Heer Jezus had dat ook al voorspeld. He, van toen hij in de rechte straat was, dat Ananias daar naartoe moest. En dat Ananias eigenlijk wat tegenstribbelde door te zeggen, ja, deze man die heeft de gemeente vervolgd. Dan krijgt hij het horen, ga naar hem toe, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En hij heeft geleden. Maar in dat lijden is hij nooit ontmoedigd geweest. Wat een prachtige voorbeeld, hè? Nooit ontmoedigd. Want hij zag altijd weer opnieuw op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Want dat hele regeltje, dat heb ik even opgetekend. Hè. Je moet er met alle inzet op toeleggen dat nog even meenemende aan u ons geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, aan de broederliefde liefde voor iedereen. Nu, dan zegt hij ook, zijn deze dingen niet aanwezig, dan is men blind en kortzichtig. Het is duidelijk dat de Heilige Geest ons bepaalt bij wat Petrus heeft gezegd. Hij wil ons over de schouders van Petrus Melee laten kijken door te zeggen van, dat moet je praktiseren in je geestelijk leven, dat moet je laten zien naar buiten toe. Wordt dat altijd begrepen? Nu, ik denk niet, broeder, zuster. Het doet mij veel verdriet, de enorme splijtswam die er is onder gelovigen. De ene roept dit en de ander roept dat. En men is niet meer, ja, men heeft niet meer de liefde om elkaar in respectvol te benaderen. Van, laten we maar eerlijk zijn, als je iets aan een afwijkende mening hebt van wat er zich in de wereld afspeelt, dan word je al gedemoniseerd. Ja, maar broeder, van u gelooft niet wat de massa gelooft. Nee, inderdaad. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, staat er in de Bijbel. En het is heel makkelijk om met de stroom mee te lopen. En maar je maar een beetje verdekt op te stellen, om het maar zo te zeggen, van blijf maar een beetje onder de radar. Dan wordt er ook niet op je geschoten. Maar we weten, als je aan front staat als strijders door genade van God, dat de eerste pijlen van de vijand op je afgeschoten worden. En men is daar zeer, zeer onbarmhartig in. Moet dat ons ontmoedigen? Nee, want ik denk ten alle tijden te mogen zeggen, en ik heb dat deze week ook verschillende keren gedeeld met het pastoraat, wat ik veel doe via de telefoon, van wees niet ontmoedigd, want dan krijg je te horen, dat zult u ongetwijfeld ook, we voelen ons zo alleen en onbegrepen. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Maar we moeten niet vergeten dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd, en dat probeer ik ook altijd over te brengen, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze zullen ons absoluut niet ontzien. Als we de sporen van de Heer Jezus willen volgen, dan zullen we dat ook moeten ondergaan, broeder, zuster. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Dat je vanuit eigen gelederen aangevallen wordt. Maar is het de Heer Jezus ook niet zo vergaan? Ik denk, dat is natuurlijk bij u en bij mij is dat voldoende bekend. Maar hij was een man, met alle eerbied gesproken, hij stond tussen de mensen in, de Zoon van God. Hij bemoedigde hen, hij onderwees hen, hij genas hen, hij at met hen. En wat was het loon wat ze hem toedichten? Het kruis van Golgotha.
En ik probeer altijd over te brengen door te zeggen, zie op het lijden van de Heer Jezus. Zie daarnaar. En dan zul je ontdekken dat je de kracht krijgt en dat je, als je hem volgt, een groot deel van dit soort dingen moet ondergaan. En dat hebben de apostelen ook heel duidelijk gemerkt. Nu, deugd en kennis en broederliefde, noem maar op, die moeten aanwezig zijn. Een aansporing, een roeping om de verkiezing vast te houden. Dus met andere woorden, dat als je in je hart het voornemen hebt gehad, en nog, uiteraard, dat moet blijven bestaan, om de Zoon van God te volgen, dan moet je dat vasthouden. Moet je niet wankelen en je moet elkaar daar ook in stimuleren. Dat is heel belangrijk. Juist in deze tijd, broeders en zusters, laten we eerlijk zijn, zouden de gelovigen elkaar moeten vasthouden. Innig met elkaar verbonden moeten zijn. En we zien het tegendeel vaak. Dat men elkaar afwijst, omdat je anders denkt. Nu, als je die dingen, een aansporing met die roeping, en we zijn geroepen om hem te volgen, een verkiezing vast te houden, dan zult u nooit meer struikelen. Is de belofte met eraan verbonden in rijke mate de toegang tot het eeuwig koninkrijk. Nou, dat probeer ik ook over te brengen, dat je als gelovige nooit hoeft te twijfelen van hoe komt het met me, want je bent verbonden met de Heer. Wij leven, wij zijn hier op doorreis, broeder, zuster. We hebben hier geen blijvende stad. Dat verkondigde Abraham al, die verwachtte al de stad, werd zonder handen gebouwd. We zijn op doorreis, wij horen hier eigenlijk niet. En dan zeg ik het maar ten overvloede, ze zijn straks blij dat we vertrokken zijn. Nou, en als u het leest in de media, dat kunt u dus ook, dat komt in Amerika, komt dat heel sterk naar voren toe. Ze geloven steeds meer in UFO's. Nou ja, ze moeten een verhaal bedenken als we straks weg zijn. Er moet een reden opgezomd worden van waar zijn die mensen naartoe gegaan. Ja, toch? Nou, en dan moet je iets bedenken en dat komt natuurlijk niet zo uit de hemel vallen. Dat moet je langzamerhand moet je dat onder de mensen brengen en hun vertrouwd meemaken. Nou, dan is het een vanzelfsprekend feit van, oh, dat is gebeurd. Nou, je moet best wel een geloof hebben, hè? Zeg ik dan maar. Nou, Petrus dringt erop aan deze dingen te blijven herinneren, ook al zijn ze bekend en we in de waarheid versterkt worden. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Nu, ik heb dat al gezegd van wat het belangrijke is dat, en ik wil dat nogmaals herhalen, dat Petrus hele waardevolle dingen heeft geschreven. En ja, dan val ik in herhaling, ik weet het, maar ik denk dat dat belangrijk is van als je leven in het teken heeft gestaan, in het volgen van de Heer Jezus, dan laat je iets achter. Ik denk als je Hebreeën 11 met elkaar leest, de geloofshelden, vind ik dat heel kostbaar. Daar wordt niet gesproken over succes, maar er wordt gesproken over volgen. En ze hebben zich vastgehouden al ziende de onzienlijke. En dan zie je die geloofshelden in Hebreeën 11, een geweldig voorbeeld voor u en mij, dat het niet een successtory is, want de laatste verzen lezen we dan in, dat sommige mensen werden op de pijnbank gelegd, werden uit elkaar gerekt en al dit soort dingen meer. Maar ze hielden vast. En ik denk wat er in het verleden, de geschiedenis leert dat ook, hè, dat gelovigen, hè, van als fakkels in de, laten we zeggen, als een soort met fakkel in Rome werden tentoongesteld, moet ik het zo zeggen, tot vermaak van de mensen die er waren. Maar we weten ook van gelovigen die op de brandstapel en die zingend de hemel ingingen. Want juist ook in die momenten kan God de genade geven
om toch nog het belangrijkste voor ogen te houden. En dat stijgt boven de omstandigheden en de pijn uit, broeder, zuster. En dan ga ik toch wel weer met u even in de geest terug, als we dat proberen, dat we voor het kruis van Golgotha staan. En daar heb je verschillende mensen die er staan, en ik ga dat allemaal niet benoemen. Maar ik wil wijzen op de persoon van de Heer Jezus, dat ondanks die hevige pijnen, want dat was het, had hij oog voor de mensen om hem heen. Hij had oog voor zijn moeder. Hij had oog voor de omstanders. Hij had oog voor degene die naast hem hing. Dus vanuit dat lijden, want u moet niet vergeten, wij zeggen wel de Zoon van God, maar hij was mens. Hij had een lichaam zoals u en mij, wat gepijnigd kon worden. En wat gepijnigd is. En ik huiver er soms van als ik daarover nadenk, dat die spijkers door die handen en die voeten heen gingen. En dat was natuurlijk ook onmenselijk, maar dan te bedenken dat hij de zonde droeg voor u en van de hele wereld, voor u en voor mij. Dan denk, Heer, wat heb ik een hoop verkeerd gedaan? En u hebt het allemaal gedragen. Moet u zich voorstellen. Het is niet te bevatten. Wij zullen ook de eeuwigheid nodig hebben. En vandaar ook dat Openbaring altijd spreekt over het lam wat geslacht is. Zo zullen wij hem ook herkennen en ook zien. Ja, wat zegt Petrus? Ik zal mij ook voortdurend beijveren om deze dingen te vertellen, omdat de mensen voor te houden. Nu, hij heeft het natuurlijk ook over de komst van de Heer Jezus. En wij weten dat wij te maken hebben met de opname. En wij hebben te maken met de komst van de Heer Jezus. En de opname is voor de gelovigen. Dat is naar 1 Thessalonicenzen 4. En 1 Korinthe 15 en de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, dat is voor Israël. Het zijn twee verschillende dingen die we daarin moeten onderscheiden. Wat mij zo in gedachten komt, broeders, zusters, en dat hebt u misschien ook wel gelezen, en u hebt misschien daar ook wel gevolgd, maar dominee Jaap Visser, wel van gehoord, hè? Nou, die heeft een goede lezing gehouden over Openbaring. En hij heeft daar heel duidelijk in benoemd in wat van tijd we leven. Dat is ook heel veel bekeken. Het is zelfs door Doutzen Kroes op haar site gezet. Dus er zijn heel veel mensen die dat... En wat heeft de arme man moeten doen? Dat heeft hij gedaan, heeft zijn excuus aangeboden. Excuus voor het feit dat hij de Bijbel opende. Zo word je onder druk gezet. Dat is toch vreselijk? Ik heb het beluisterd. Kijk, wat ik jammer vond, maar dat zou je altijd hebben. Er wordt altijd meer, er wordt, laten we zeggen, minder gezegd dan dat je zou willen. Maar hij wees direct niet op de komst van de Heer Jezus, maar hij typeerde wel de tijd waarin we leven. Maar het is toch ernstig dat je zo onder druk wordt gezet, dat je je excuus aanbiedt van datgene wat je hebt verteld uit de Bijbel. Nou, het zij verre van me. Want daar hoeven wij ons geen excuses over te maken, broeder, zuster. Nu je nou zegt, Peter, want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat is een hele mooie passage. Want Petrus die gaat hier terug naar de verheerlijking op de berg. En hij zegt erbij, wat heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem van deze, van de verheven heerlijkheid
tot hem kwam, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En ik wil daar eigenlijk vanavond best wel wat uitgebreid bij stilstaan. We lezen onder andere dat, even kijken hoor. De heilige berg, we lezen dat Mattheüs 17 vers 1 tot 8, Markus 9 van 2 tot 11, Lucas 28, Lucas, daar zit ik even, dat heb ik vergeten, Lucas 9. Als ik het zo bekijk, nou, misschien heb ik daar een foutje in gemaakt, neemt u maar niet kwalijk, zal ik de volgende keer corrigeren. Wat zagen ze daar? Ik denk dat het heel belangrijk is als je Mattheüs 17 daarover leest. Dan neemt de Heer Jezus, die neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee. En ik wil dat toch even met u lezen, want dat is toch wel belangrijk. Mattheüs 17. Mattheüs 17, vanaf vers 1. Na de zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En er werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken. Voor u één en voor Mozes één en voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Ik vind het een hele bijzondere ervaring wat we hier zien van deze drie apostelen. In de eerste plaats dan zien we, worden we bepaald bij de verandering die de Heer Jezus onderging. Hij kreeg een majestueuze uitstraling. Zijn kleren werden wit als het licht, nog witter dan sneeuw. Dus met andere woorden, je kon eigenlijk zien dat hij daar de koning was van het koninkrijk. In die gedaante was hij daar, tijdelijk. Maar dat wees ook natuurlijk op de toekomst. Maar daar zien we ook, en misschien dat ik dat voorbeeld toch erbij mag halen, 1 Korinthe 15 staat, dat wij zullen ook veranderd worden. Nu kennen we nog ten dele. Straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Nu, en dat wil ik dus echt wel benadrukken. Ik vind dat heel bemoedigend voor u en voor mij. En ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Want in de eerste plaats wordt Mozes genoemd. Mozes, de man Gods. En Mozes was een man van de wet, dat weten we. Hij ontving u uit de handen van God op de berg Sinaï. Maar Mozes was ook een man van het graf. En wat zien we hier? Dat Mozes tevoorschijn komt in een voor hem bekend en voor ons bekend lichaam. Ja, wij weten het niet natuurlijk, we hebben Mozes niet gezien. Maar het is wel heel bijzonder dat als Petrus Mozes ziet, dat hij hem meteen herkent. Hij had hem nog nooit gezien. Maar dan zie je ook dat Mozes was geen geest, hij was gewoon lichamelijk aanwezig. En dat vertelt ons ook dat degenen die nu gestorven zijn, die wonen met een lichaam bij de Heer in. Die hebben een lichaam, die zijn ook herkenbaar. En daar wil ik u echt mee bemoedigen, want ik krijg er zoveel vragen over. Want dan is er van, zullen we elkaar herkennen in de hemel? Ja! Een volmondig ja, we zullen elkaar herkennen. We hoeven niet voorgesteld te worden aan de Heer Jezus. We hoeven niet voorgesteld te worden aan Abraham, Isaac, Jacob, Job, noem ze maar op. We
we zullen ze meteen herkennen. Want niet kennen is onvolmaakt. Paulus die zegt het in 1 Korinthe 13, nu kennen we ten dele, maar dan zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Er is wel eens over nagedacht. Als ik daarover nadenk, dan overweldigt het mij. Dat we met al die mensen, dat we die zullen herkennen. En dan zou ik zeggen, van hoe is dat dan mogelijk? Omdat we geen beperkingen meer zullen hebben, broeder, zuster. We zijn hier gebonden door beperkingen. Maar dat hebben we daar niet meer. We zijn daar volmaakt in hem. Volledig. Mozes. Nou, we weten ook dat Mozes een man was van de wet. En ik denk dat het goed is dat we nog even wat verder spitten. Want Mozes mocht niet naar het beloofde land. Dat weet u. Ik heb op die plek gestaan waar Mozes dus met de Heer naar, laten we zeggen, naartoe werd gebracht. En dat je dus compleet zicht had als het helder was over Israël. U mag het weten, ik heb dus dan huilen. En als ik er nog aan denk, dan huil ik nog. Dat je 40 jaar al die moeite en die zorg van het volk hebt moeten dragen in die grote hete zandbak. En dat door één fout, dat hij niet sprak tot de berg, maar dat hij er sloeg op de rots. En ik ga er nu niet over in detail, want het heeft een diepe geestelijke achtergrond. Maar dat doe, daar ga ik vanavond niet op in. Maar er zit veel meer achter, broeder, zuster. Want Mozes was een man van de wet. En ik hoop dat u me goed volgt. Maar de wet brengt ons niet in het beloofde land. Christus is het einde van de wet. En dat wil niet zeggen dat de wet verkeerd is. De wet, door de wet hebben we een kennis van de zonde. Maar Mozes kon het volk niet verder brengen, want de wet brengt ons niet in het beloofde land. Daar was Jozea voor nodig. Het type van de Heer Jezus. En juist moeten we dat onder ogen zien. En dan zie je dat ook het graffen, dat vind ik toch wel mooi om dat dan weer even te benoemen, dat graf dat is ook toen al, laten we zeggen, overwonnen, want Mozes was bij de Heer. Mozes had het lichaam begraven. Of de Heer had het lichaam van Mozes begraven. En dan zou je zeggen van nou, leden ziel en het is. Nee, hij had weer een tijdelijk lichaam. Wat herkenbaar was. En dat in die eeuwige, in de heerlijkheid was. Dat is heel bijzonder. En dat is ook voor ons een bemoediging voor degenen die nu gestorven zijn. Want we verwachten natuurlijk, en dat willen we ook heel graag, dat we samen opgenomen worden. Ik wil het nogmaals herhalen van toen ik daar in de voorbereiding lag, dacht ik, nou ja, Heer, wat mij betreft, het is wel goed. Ik wil u best ontmoeten. Ik heb zo langzamerhand zoveel die erboven zijn, die aan me trekken, ik wil er ook wel heen. Maar toch ben ik ook weer blij. Want ik mag er nog zijn. En ik mag nog bidden voor je kinderen. Ik mag nog bidden, je hebt nog een taak. En je mag nog uitzien de komst van de Heer Jezus, dat je niet hoeft te sterven, maar dat je opgenomen wordt. Het is toch een geweldige uitdaging om daar naar uit te zien, broeder, zuster. Mozes. Nou, dan heeft hij natuurlijk ook Elia. Nou, we weten hoe dat is met Elia. Hè? Elia is, mijn God is Yahweh. Ze spraken met hem. Dat is ook zo mooi. Hè? Ze spraken met hem. En dat lezen we onder andere in Lucas. Waar spraken ze over? Ze spraken met hem over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. De hemel was betrokken bij de kruisdood van de Heer Jezus. Wij vragen ons wel eens af, broeder, zuster. Zijn de mensen die nu bij de Heer zijn, hebben die nog inzicht op datgene wat hier beneden gebeurt? Nu, als je nu deze tekst leest, en Mozes en Elia die spraken met de Heer Jezus over zijn in- en uitgang in Jeruzalem, dat betekent dat ze met hem spraken over zijn kruisdood. Dus ze wisten wat er stond te gebeuren.
Heel bijzonder, hè? En wat moet het voor de Zoon van God een verademing zijn geweest, dat er twee waren die hem begrepen. De apostelen begrepen hem niet. De mensen om hem heen begrepen hem niet. Hij kon daar niet over spreken. Hij heeft meerdere keren zijn afscheid aangekondigd. Ze begrepen het niet. En dan komen er twee godsmannen die al in de heerlijkheid zijn. En die gaan met hem spreken daarover. Alles wordt ons niet gezegd. Ik denk dat het is zeer boeiend en ook voor de Heer Jezus een bemoediging is geweest. We zien hier trouwens ook het volgende, dat heb ik gezegd, Mozes de wet, Exodus 20, het graf, Deuteronomium 34, vers 6. Want er werd door de Heer zelf begraven. En Elia de opname en de profeten. Elia was een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament. Een geweldig man, een geweldig godsman. En we zien dan ook, hè, van, dat is echt de moeite waard als je dat leest in 1 Koningen en 2 Koningen. Hè, de Heer had hem geopenbaard van, je moet een opvolger zoeken. En dan komt hij bij Elisa. En Elisa, dat was een boer, die was een ploeger. Ik zou bijna zeggen, dat is herkenbaar voor Rennie. Hè? Maar hij was een ploeger. En wat doet Elia? Die gooit hem de mantel om de schouders heen. En dan ontstaat er een korte discussie. Maar goed, hij voegt zich, dat heeft iets met Elise gedaan. En hij voegt zich bij Elia en ze gaan samen op weg. Daar ga ik ook niet over in detail treden, dat is een preek op zich. Maar ze gaan samen op weg. Ik wil er wel op zeggen, ik hoop dat u mij het woord vergeeft, maar Elise kreeg een bliksemopleiding. Met alle dingen die hij met Elia meemaakte. Maar dan op een bepaald moment, en ja, ik vind het eigenlijk zo machtig. Daar komt de kracht van God zo tot uitdrukking. Dat ze nou samen voor de Jordaan staan. En dat doet Elia, die doet zijn mantel uit. En hij slaat het water herwaarts en derwaarts. Dat is onze God, hè. Die staat boven de natuur. En dan wandelen ze daar samen doorheen. En dan gaat het gesprek verder. En dan mag hij een wens doen. Dan zegt hij dat een dubbele geest van u op mij gaat rusten. Wat een vraag. Hè? Dan zegt Elia van, als u mij ziet vertrekken, dan zal dat gebeuren. Ik vind het eigenlijk zo bijzonder. Dan op een bepaald moment, dan komt er een vurige wagen en een vurige met vurige paarden. Hè? Die komt tussen beiden. En het aardse kleed valt van Elia af. Ja, zo straks opgenomen worden, valt het aardse kleed van ons af. Want deze outfit is niet geschikt voor de hemel. Broeders, zuster, al hoe mooi als het is, dat is niet geschikt. Maar er zat toch nog een bepaalde kracht in die mantel van Elia. En hij pakt die mantel dan ook op. Hè? Dan gaat hij weer verder en dan staat hij weer voor de Jordaan. En dan daagt hij als het ware de God uit in alle eerbied. En dan zegt hij, waar is de God van Elia? Oh, die is er. En dan gaat ook door de droge, door de Jordaan. Gaat weer terug. Want hij moest zijn werk oppakken, wat de Heer hem voor geroepen had. En dan zijn er een stel van die profeten, ook hedendaagse profeten, die lopen weg. Die zeggen dan wel, ja, uw Heer wordt van u weggenomen. En toen het zover was, geloofden ze het niet. Nou, die profeten hebben we vandaag ook. Die weten precies wat er in de Bijbel staat. En dat het gaat gebeuren, maar als het zover is, geloven ze het niet. Dat is ook weer zo'n punt, hè. En ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Want, laten we maar heel eerlijk zijn. Je spreekt als het ware voor mensen die daar niet vertrouwd mee zijn. Spreek je wartaal. Hoe moet je je dat voorstellen als de Heer Jezus terugkomt en je opneemt in heerlijkheid? Dat je geen brandstof nodig hebt om omhoog te gaan. Dat is toch heel moeilijk verklaarbaar. Maar wij hebben te maken met een God die we niet kunnen vatten in een begrip. Onmogelijk. God is niet te volgen. Hij is de machtige van Israël.
Denk aan Psalm 33, hij spreekt en het is en het gebied en het staat. Wie zou ooit zijn macht beperken, het heelal staat onder zijn gebod. Nu broeder, zuster, je kunt je dan ook voorstellen, maar dan ga ik weer terug naar Elia en die wordt opgenomen zonder dat hij hoeft te sterven. En hier zien we dus ook datgene, ik druk weer even op een verkeerd knopje, of tenminste ik ga weer terug. De opname en de profeten, want hij vertegenwoordigde daar op die berg van de verheerlijking de profeten. 2 Koningen 2 vers 11 lezen we ervan. Maar toch wat bijzonder, hè, dat we dit voorbeeld daarin duidelijk naar voren zien komen. Het graf en de opname. En wat toch bemoedigend. En we mogen dat vanuit deze schriftgedeelte mogen we dat zien. Nou, dan was de Heer Jezus daar. Hij was het Nieuwe Testament. Hij vertegenwoordigde het Nieuwe Testament. Nu, ik heb het al gezegd, de herkenning in de hemel, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? En daar wil ik nogmaals u mee bemoedigen. En ook de mensen thuis. Herkenning in de hemel. Want dan rijst de vraag, kom naar voren toe. Ja, maar als je elkaar herkent, ga je dan weer met je gedachten terug naar al die onvolmaakte dingen die we hier meemaakten? Nee, de Bijbel zegt ook heel duidelijk, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Maar ik denk dat het ook goed is om te benoemen, want we weten dat de mensen die niet geloven, en ook de mensen die dan zogenaamd wel iets geloven, wat ik dan maar schaar onder het naam christendom. Dat mensen dus zeggen van nou, we laten ons maar cremeren. Want dan weten we in ieder geval zeker dat er nooit meer iets tevoorschijn zal komen. Complete misvatting. Door de hele geschiedenis heen. De Bijbel spreekt er heel duidelijk over. Er is een opstanding ten leven. Dat is de eerste opstanding. Dus de opstanding van de gemeente, de gelovigen. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Ja, en misschien dat u dat ook hebt. Als u een geliefde hebt verloren. Ik moet u zeggen, ik ga regelmatig naar de graven toe. En dan sta ik daar. En dan mag ik gerust weten. Dan zeg ik, nou Heer, wat mij betreft mag u komen. Dan gaan we met z'n drieën omhoog. Met al degenen die ons voor zijn gegaan. Maar weet u, soms dan doet het me erg pijn. En ik zal u ook zeggen, waarom? Omdat er twee lichamen liggen die ik mijn hele leven geknuffeld heb. Begrijpt u? En die liggen daar te vergaan. Maar dan word je ineens dan weer bepaald dat de Bijbel zegt dat het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. En het wordt opgenomen in heerlijkheid, in onverderfelijkheid. Er komt een nieuw lichaam wat gelijkwaardig is aan het lichaam van de Heer Jezus. Wat niet meer aan de materie ondergeschikt is, op geen enkele manier. Maar dan denk ik, toen de Heer Jezus opstond uit het graf, ja, de steen was weg, maar had... Kon hij ook zonder steen uit het graf? Ja, natuurlijk kon hij dat. Die steen die hoefde voor hem niet weg. Hij kwam toch ook binnen met gesloten deuren? Nou, dat is ook weer zo onverklaarbaar. Hè? En ik kan me voorstellen dat de discipelen toen hij binnenkwam, dat ze iets hadden van, wat gebeurt ons? De deur is dicht en er staat een persoon voor ons. En dan denken ze, het is een geest. Nee, want de geest heeft geen lichaam en ook geen benen. Voel het maar. Toch apart, hè? We hebben weer een lichaam. Nou, hoe dat lichaam, de samenstelling van het lichaam zal zijn, dan moet ik u schuldig blijven. Ik kan er nog het volgende van zeggen, dat Paulus zegt, vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, dan mag u zelf over nadenken wat Paulus daarmee bedoelt. Maar wij krijgen weer een lichaam. En al is het verbrand,
En al is het helemaal vergaan, er is weer een opstanding van ieder mens. Dat wil ik echt benadrukken vanavond. Voor iedereen. Er zal geen mens achterblijven. Ze zullen allemaal tot leven weer komen. Ik zeg al maar eens een mooie uitspraak. Als je 1 keer geboren wordt, sterf je 2 keer. En als je 2 keer geboren wordt, sterf je 1 keer. En als de Heer Jezus terugkomt, hoef je niet te sterven. Want zo is het. En dan denk je van al die... Ik hoorde deze week een uitspraak. Ik denk... Nou ja, dat was de gekte rond onze Max. Die had de Formule 1. En ik pakte dat toevallig op en toen was er een enorme fan, er was een vrouw. Ze zei, ja, ze zullen, geloven deed ze niet, maar ze zullen vast als Max het wint hierboven ook wel een feestje vieren. Ik weet het niet. Ik heb daar wel wat een andere gedachte over, denk ik. Ze zullen zich daar niet bemoeien met de dingen waar wij ons hiermee bezighouden. He, van, daar hebben ze hele andere dingen die hun bezighouden. Maar toch, he, dat is vaak de wereld. Die iets probeert om hun te troosten. En ieder mens, men zegt wel, ik geloof niet. Dat is niet waar, hoor. Er is geen mens die niet gelooft. Als mensen tegen me zeggen, ik geloof niet, dan zeggen ze, dan heb je ook een geloof. Je gelooft niks. Je gelooft wel. Je gelooft niks. Je gelooft in niks. Maar wat heb je voor ogen? Ik denk, als ik dat zo mag zeggen, van ik correspondeerde vroeger met een broeder uit Deventer. Die had een evangelische boekhandel. En bij iedere brief die hij stuurde en iedere post die hij stuurde, er stond boven, moet ik het even goed in beeld krijgen weer, van... Als u zich eens vergist en alles wel door God geschapen is, wat denkt u dan te beërven als uw tijd komt om te sterven? Vond ik heel mooi. En de postbode las dat en een heleboel andere mensen ook. Dan denk ik, ja, dat is nu juist hetgene wat we als gelovigen hebben als voordeel, dat wij zeggen van je sterft wel... Net zoals Mozes, je wordt begraven, net zoals Mozes en vele anderen. Maar je zult weer opstaan en je krijgt een lichaam, een nieuw lichaam. Waar geen zonde in is, waar geen verdriet meer is. Geen moeite, geen zorg, of wat dan ook maar, broeder, zuster. En dat vind ik ook het machtige wat we hier hebben. En dan de herkenning in de hemel, meer heb ik daar ook niet van opstaan, want... Ik wil nog een paar dingen met u delen wat betreft de laatste verzen. Dus sla ik nog even op. Dat de apostel Petrus daarvan zegt, we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt, de morgenster opgaat in uw hart. En nu de Heer Jezus is de blinkende morgenster. En we weten, en dat wordt natuurlijk betwist van heel veel, betwist door heel veel mensen, dat men zegt, de Bijbel is een sprookjesboek, de Bijbel heeft bepaalde waarheden in zich, maar daar laten we het dan ook bij. Dat men zegt, de Bijbel is niet Gods woord, maar Gods woord is in de Bijbel. Dus met andere woorden, wat we kunnen aanvaarden en kunnen begrijpen, daar willen we dan nog wel van zeggen dat het waar is. En de rest, dat gooien we overboord. Nu, de apostel Petrus is daar heel duidelijk in. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. Er is geen enkele leugen. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Op geen enkele manier. De Bijbel is de waarheid van kaft tot kaft, broeder, zuster. En ik dank God dat er heel veel mensen zijn die dat nog willen geloven en ook proberen over te dragen. Want die waarheid, die probeert men ons te ontnemen. De Bijbel staat al jarenlang in de beklaagde bank. En het profetisch woord, dat wordt in veel kerken, helaas, ik moet het zeggen, niet meer geopend.
Op geen enkele manier. Men geloofde niet meer in. Want het zijn dingen die ze niet kunnen bevatten. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je niet tot geloof gekomen bent, niet tot levend geloof bent gekomen, want als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest, je wordt verzegeld met de Geest, je wordt gedoopt in de Geest, je wordt gezalfd met de Geest, we hebben eerder met u gedeeld, zul je de Bijbel nooit kunnen begrijpen. Je niet kunnen bevatten wat God schrijft. Want het is voor ons al heel moeilijk te bevatten dat God groter is dan alles wat om ons heen is. Ik heb het al gezegd, hij is niet te vatten in een begrip. Op geen enkele manier. God is veel groter. En als je daarover nadenkt, en het profetisch woord, wat hebben wij een prachtige voorbeelden. En dat begint al in het begin van Genesis, dat God vooruitziet. De Bijbel, en dat hebben we ook al eens een keer met elkaar gedeeld, is actueler dan de krant. De krant die vertelt wat er gisteren gebeurd is. De Bijbel vertelt wat er morgen gebeurt. Dat is het mooie ervan. God ziet vooruit. Denk ik even aan Daniel. Laten we maar twee mannen noemen. Twee godsmannen, Daniel en Johannes. Wat hebben die mensen door de inspiratie van Gods geest prachtige dingen gezien. En dat gaat allemaal in deze tijd in vervulling. En ik kan me dan ook niet begrijpen, als je dat vertelt en begeestigde mensen voorhoudt, dat je dan op een gegeven moment zegt, in angst, ik trek het weer terug. Nou, het is niet nodig. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En dat is, ik doe het goed om daarop achter te slaan, want het schijnt als een lamp in een duistere plaats. Nou, steek maar eens een lamp op als het donker is. Dan moet je kijken wat voor licht dat verspreidt. Dat het dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dan krijgen we een ernstige waarschuwing. En dat wordt wel eens op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we zeggen dat we met schrift vergelijken. En dan kom je tot een goede en een evenwichtige onderwijs van de Bijbel. Wetende dat de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, dat is zo belangrijk, hè? Maar door heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus met andere woorden, het waren niet hun woorden, maar het waren de woorden van God die ze doorgeven. Daar hoef je nooit excuus voor te maken. Dat mag je gewoon vertellen, want dat is de waarheid, broeders, zuster. En wat belangrijk is, en daar wil ik ook mee afsluiten, wat belangrijk is, er zijn heel veel, in deze tijd ook, en die zijn er altijd al geweest, buiten Bijbelse profetieën. Ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk heel veel moeite mee heb. We hebben een complete Bijbel. God heeft voor ons een totaal plan ontvouwd waar niets aan ontbreekt. En hij heeft er alles in gezegd wat gezegd moet worden, waar wij genoeg aan hebben. En hoeveel profetieën zijn er niet uitgesproken over Nederland en andere delen van de wereld die absoluut niet uitkwamen. Leugenachtige profetieën. En dan wordt er gezegd, ja, nou ja, doe maar. Nou, als er een profeet in het Oude Testament de waarheid niet verkondigde, dan werd hij gestenigd. En het is de genade van God dat dat deze tijd niet meer gebeurt. Maar het is goed, broeders en zusters, om een evenwichtige, vanuit de Bijbel, onderwijs te geven wat gerelateerd is en wat zijn oorsprong vindt in de Bijbel. Daarbij lettend op de tekenen van de tijd waarin we leven. We zijn als het ware als gelovigen wachters op de muur. En een wachter op de muur heeft een geoefend oog, want hij moet waarschuwen als de vijand eraan komt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er broeders zijn, ook in deze tijd, die de gemeente waarschuwen. Let op, dit gebeurt er in de wereld. En wees erop voorbereid. Want als je dat niet bent,
Dan kan het zijn dat je erdoor overroeld wordt. En dat je op een verkeerd been wordt gezet. Broeder, zuster. Nu, dat wilde ik vanavond met u delen. Zijn er nog vragen? Nou, als je er goed over nadenkt, broeder, ik moet natuurlijk het woord voeren. Maar als ik er goed over nadenk, word ik hier ook stil van. Ja. De grootheid van God is zo overweldigend. En dan kom je even in de rust. En dan heb je de tijd om daar nog meer over na te denken. Denk, Heer, wat bent u groot, hè? Onvoorstelbaar. En wat een genade dat je dat mag zien. Ja, zuster. Ja. Wij zaten ook in een auto en we hadden daar een vijver. En daar werd reclame gemaakt voor een nieuwe Bijbel. Waar is dat nodig voor de Bijbel? Waarom een nieuwe Bijbel? Ja, mag ik die vraag nog even herhalen? Zal ik hem nog even herhalen, wat je vraagt? Nou, onze zuster merkt op van, er wordt reclame gemaakt voor de nieuwe Bijbel. Dan hoop ik dat u me goed begrijpt, maar het is niet een goede ontwikkeling dat er zoveel Bijbels komen die vertaald worden. En je zult ook merken dat er langzamerhand meer dingen uitgehaald worden die fundamenteel zijn. En de verwarring, want ik bedoel maar, als je... Laat me duidelijk zijn, de verwarring neemt ook meer toe. Zal ik een voorbeeld noemen? Ik was in een gemeente en daar las ik dus voor uit de herziene statenvertaling. En toen was er een broeder en die ging staan. Hij zegt, ja, waarom leest u voor uit de herziene statenvertaling? Want er zijn ook wel andere vertalingen. Toen vroeg ik ook, welke moet ik dan meenemen? Ik kan er wel een stuk of 5, 6 noemen zo. Maar het geeft, ook dat geeft weer verdeeldheid. En wat ik nu zeg, moet u goed in het goede perspectief plaatsen. De duivel heeft hier ook weer wat gevonden om verdeeldheid te zaaien onder de gelovigen. Je moet het herkennen, hij gebruikt, hij verdraait. Matthäus 4 en Lucas 4. Als u met de Heer Jezus in de woestijn is, dan citeert hij uit de Bijbel. Maar op een verkeerde manier. En de Heer Jezus corrigeert hem. Die zegt, nee, zo is het. En dat wordt er bedoeld. En dat zien we nu ook. En ik moet u zeggen, met alle vertalingen komen we straks terecht op het feit van dat de genade er niet meer in zit, dat het bloed er niet meer in zit, alles wordt gebagatelliseerd. Want het stoort de mensen. Ik weet niet wat er geschrapt is. Ik heb daar nou niet naar gekeken, zuster, maar ik vind het moet begrijpelijk gemaakt worden. Kijk, hoe wordt het voor ons begrijpelijk gemaakt? Door de Heilige Geest. En ik bedoel, we hebben goede vertalingen. Ik ben eerlijk in mijn hart nog altijd nog een beetje verknocht aan de Statenvertaling. Ik citeer ook nog heel veel dingen eruit. En dat er een andere zinsopbouw wordt, is in de herziende Statenvertaling, dat is even iets begrijpelijk. Maar sommige dingen worden ook geweld aangedaan. Dan denk ik, waarvoor? En nogmaals, de duivel heeft ook daarin, laten we zeggen, heel veel liederen worden ook, moeten opnieuw een andere inhoud hebben. Ik was in de gemeente, nou, ik zing graag, dat weet u. En ik heb ook heel veel liederen op de harde schijf staan. Dus er werd een lied opgegeven, dat is Welke vriend is onze Jezus. Dus ik, ja, sorry dat ik het uitging, maar ik zong zo van harte mee. Maar de hele gemeente was in de war, want ik zong een andere tekst. Maar dan denk ik, waarom moet je zo'n lied nou veranderen? Als je een nieuw lied wilt schrijven, prima. Maar laat het in zijn waarde. Wat merkeert het van welke vriend is onze Jezus? Waarom moet dat veranderd worden? Nou, en zo hebben we dat gedaan met psalmen en gezangen. Nou, ik ben natuurlijk wat van een andere generatie, maar al die oude psalmen en gezangen, die zitten voor mij nog op de harde schijf. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van, dat past niet in deze tijd.
Nou, dan maak je een nieuw lied. En dan zing je dat van harte mee. Maar het helpt. Het werkt mee, zo moet ik het zeggen, aan de verdeeldheid van de christenen. Dat is het punt. En de duivel die is heel geraffineerd om dat te doen. Hoor. Is het dan voor ons dus ook niet de moeite waard om zo'n lied te gaan lezen? Ik zou het niet adviseren, zuster. Nee. Kijk, ik bedoel maar als Ik zou het bepaalde gedeelte kunnen lezen om te ontdekken wat ze eruit hebben gelaten. Maar verder van de rest niet. Nee. Zijn er nog andere vragen en anders? Dan stel ik voor dat we afsluiten. En dan ben ik ontzettend dankbaar dat ik hier vanavond weer mocht zijn. Broeder, zuster. Zullen we samen danken? Vader, we hebben een ogenblik stil mogen staan, toch wel bij bijzondere dingen. Als de apostel Petrus teruggrijpt op het moment dat ze met u, Heer Jezus, waren op de berg, dan heeft dat een diepe, diepe indruk op hem gemaakt. Wat is het kostbaar, Heer, dat het vastgelegd is door de kracht van de Heilige Geest en dat wij erdoor bemoedigd worden. We mogen zien, Heer, dat het graf het laatste woord niet heeft. Dat we mogen zien, Heer, in de persoon van Elia, dat er een opname is van de gelovigen. Dat er een tijd komt dat de gelovigen nog op aarde zijn en we hopen dat mee te maken. Die niet hoeven te sterven, maar dat we u tegemoet gaan in de lucht. Dank u, Heer, dat de hemel betrokken was bij uw kruisdood. Dat Mozes en Elia daar over spraken. En wat er allemaal bekend is in de hemel, wat hier op aarde gebeurt, we weten het niet, Heer. We hoeven daar ook niet dingen over te bedenken. Maar we weten dat er een enorme betrokkenheid is. Op een andere manier, zoals wij dat hier met elkaar denken dat het is. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de blinkende morgenster bent. Dank u wel dat uw woord de waarheid is. Al wordt er best wel aan getornd. En dat we op een verkeerd been worden gezet. Dat er steeds meer mensen komen die kritiek hebben op de Bijbel. Ook vanuit onze eigen gelederen. Heer, en dan past het ons om vergeving te vragen. Want het is uw woord. En uw woord is kostbaar. Uw woord maakt levend. Want het zijn woorden van eeuwig leven, denk ik, wat de apostel Petrus ook zegt. Tot wie zullen we heen gaan, Heer? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Dank u wel dat we het met elkaar mochten delen. Dank u wel voor ons samen zijn. Dank u wel die thuis met ons verbonden zijn. En ik hoop, Heer, dat we elkaar hebben mogen bemoedigen. Want velen van ons die betreuren dat er een geliefde van hen is weggegaan. Of het nu een kind is, of een broer, of een zus, een man, een vrouw. Maar Heer, we treuren niet als degene die geen hoop hebben. We zien uit, Heer, naar datgene wat u hebt beloofd in uw woord. Dat u terugkomt en dat u ons haalt en brengt in het vaderhuis met de vele woningen. Wat een ontmoeting zal dat zijn. Dank u wel voor die genade. Amen.